Tiels Bos, dat is een zorginstelling. We werken voor mensen met verstandelijke beperking. Het idee van Oase komt eigenlijk voort uit een algemene interne projectoproep. Nadat het idee geselecteerd was van wij gaan een aantal van onze oude belevingsruimtes renoveren, is er intern een werkgroep aan de slag gegaan om dan te concluderen van dit wordt toch wel iets bijzonder moeilijk. De zoektocht naar de juiste partner. We hebben daar al onze kanalen voor ingeschakeld om uiteindelijk terecht te komen bij Bayeul Ontwerpbureau. En ik moet zeggen, dat was een zeer geslaagd huwelijk. Dus qua co-creatie in dit project had de klant eigenlijk een mooie start gemaakt. Ze hebben een werkgroep samengesteld die bestond uit directie, technische dienst en alle mogelijke therapeuten en begeleiders van het Tiels Bos. Uiteraard is dat een zeer specifiek publiek die bepaalde toegankelijkheidseisen opleggen. Alles moet heel intuïtief te bedienen zijn. Dat geldt zowel voor het meubilair, maar ook voor de multimedia die we gebracht hebben. In elk van de drie ruimtes kunnen we enerzijds door technieken, anderzijds door het meubilair anders te positioneren of open of dicht te trekken, er toch voor zorgen dat we telkens andere belevingen krijgen. De Oase is een geheel van drie ruimtes die we gemaakt hebben om de bewoners activiteiten aan te bieden. In de speeloase merk ik dat de bewoners echt naar een andere wereld worden meegenomen. Door het feit dat er een grote videomuur aanwezig is, kunnen we echt hen meenemen naar een andere wereld. Dat geeft vaak grote reacties. De functie van de stille oase is om mensen tot rust te doen komen in verbinding met een begeleider. We laten ze niet gewoon maar alleen daar liggen. Nee, we zijn samen aan het genieten van die beleving. In de belevingsoase willen we mensen vooral prikkelen en stimuleren om tot beweging te komen. Door bijvoorbeeld met die nebulamuur te spelen, door bijvoorbeeld met Zora te dansen, door bijvoorbeeld met de ballen aan de slag te gaan. Waar we echt naar zitten werken hebben samen met de mensen van Bayeul, is ook dat er aandacht is voor esthetiek. In de kwaliteit van de muziek, de kwaliteit van het licht, maar ook het kleurenpalet en het materiaalgebruik. Ook mensen met een mentale handicap kunnen enorm genieten van schoonheid. Grote brommer. Het is een project met een hoge maatschappelijke relevantie. Dit bedient toch echt de behoeften van een heel specifieke doelgroep, waarmee we die mensen hun welzijn toch wel kunnen verhogen. En daarbij zijn we er zelf gewoon ook heel erg trots op.